Eerste dag van versoepeling coronaregels. Het is woensdag 28 april. Dit is Zeeland Nu. Terrassen lopen gelijk vol. Caravans uitgebrand op camping. En Wolf leidt tot verdeeldheid. Goedenavond. 28 april, de dag van een aantal versoepelingen. We mogen weer winkelen zonder afspraak. De avondklok is weg. Er mogen 2 bezoekers bij je over de vloer komen. En de terrassen zijn 's middags open. En verslaggever Remy Oppeneer zit al de hele middag op terrasjes, verspreid door de hele provincie. Ja, Remy, zijn er blije gezichten daar? Ja, alle ondernemers die wij vandaag gesproken hebben, die waren heel blij en vooral heel opgelucht dat de terrassen weer open mochten. Je ziet het hier ook in Goes om me heen op de markt. Eigenlijk alle terrassen zitten vol. Het is behoorlijk druk. Het weer werkt natuurlijk ook uitermate goed mee vandaag. Al zitten er behoorlijk wat beperkingen aan, hè, aan het opengaan. Maar toch merkte je om 12 uur vanmiddag, toen ze echt open mochten, dat er heel veel blije gezichten te zien waren. Zo, alles staat nu klaar. Gelukkig is er heel veel animo en zaten we redelijk snel weer helemaal vol. En als het aan mij ligt, zijn we er klaar voor om die 50 mensen te ontvangen. Om klokslag 12 uur kwamen de eerste gasten binnendruppelen en ze gingen meteen aan het bier. Ja, op een gegeven moment bij de flesjes en de blikjes wel een beetje beu. Dus lekker een ijskoud tapje, heerlijk. En een keuze maken uit het menu was voor sommige mensen weer even wennen. Ik denk iets licht alcoholisch en iets met een paar calorieën. Maar ik heb nog niet echt gekeken wat het gaat worden. Enthousiasme was er ook in Goes bij Slotto Stende. Ik had gewoon een beetje een raar gevoel in mijn buik vanochtend. Na bijna 6,5 maand niet je normale beroep te kunnen uitoefenen, mogen we weer. Maar we zijn heel, heel, heel blij. En ook ontzettend leuk dat het zo druk gelijk is, want we zitten helemaal vol. Toch heeft Maas even getwijfeld of ze open zouden moeten gaan vandaag. Mede vanwege alle beperkingen. Als het regent en ze geeft bijvoorbeeld voor morgen regen af, dan kun je dus weer helemaal niks. En dat geeft wel een beetje een moeilijkheid gelijk in je bedrijf, omdat je moet natuurlijk bestellingen doen. En ook als het nu ineens zou gaan regenen, ja, wat ga je dan met die mensen doen? Dat vind ik nog wel de moeilijkheid. Ja, en Remy, op andere plaatsen in het land waren er ook cafés en restaurants die niet open zijn gegaan uit sympathie voor de zorg. Zijn er ook in Zeeland zaken die dicht blijven om die reden? Nee, we hebben niet veel zaken gehoord die om die reden dicht blijven. Er zijn wel wat zaken die dicht blijven vandaag. Ze hebben bijvoorbeeld een heel klein terras. Als jij maar 2 of 3 tafeltjes hebt, dan is het in sommige gevallen gewoon niet rendabel om de boel open te gooien. Dus die blijven voorlopig dicht, maar dat zijn echt de uitzonderingen. Overgrote merendeel, het met terras is vanmiddag om 12 uur open gegaan. En blijft dat tot 6 uur vanavond, want dan moeten de terrassen weer sluiten. Ja, en op de Facebookpagina van Omroep Zeeland stelden we mensen de vraag wat ze nou de belangrijkste versoepeling vinden. Wat is daar uiteindelijk uitgekomen? Ja, opvallend was natuurlijk dat de terrassen populair waren. Maar ook dat de winkels die zonder afspraak weer bezocht mogen worden het heel goed deden. Daar reageren heel veel mensen op. Dat vinden mensen toch belangrijk dat ze gewoon weer lekker kunnen gaan winkelen. De winkelstraat in kunnen lopen. We hebben het hier vanmiddag ook gezien. Het was best wel weer druk voor het eerst sinds lange tijd. Om te zien dat mensen gewoon weer kunnen gaan fun shoppen zoals dat tegenwoordig heet. Hè. Dus we merkten op Facebook ook dat veel mensen daar blij van werden. Dankjewel, Remy. Brand vanmorgen in een aantal staakcaravans op een camping in Burghaamstede. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand begon in 1 caravan en sloeg over naar andere. In totaal zijn er 3 helemaal uitgebrand en 1 raakte beschadigd. De brandweer rukte met groot materieel uit om te voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Andere campinggasten zijn zich rot geschrokken. Ja, zeker weten. We hebben lekker koffie gedronken en we zien in 1 keer naar beneden de bloesem komen, dachten wij. Maar het waren geen bloesemwolken, het was aswolken die er naar beneden toe kwamen. Want je ziet dan in 1 keer de vlammen eruit komen, dan wordt het iets minder. En dan pakt hij de volgende caravan en die klapt dan weer uit elkaar met grote steekwolken en vlammen omhoog. En dan wordt het heel vervelend, want hoe ver gaat die brand? De veiligheidsregio heeft op het punt gestaan een NL-alert te versturen om deuren en ramen dicht te houden in de omgeving. Dat hoefde uiteindelijk niet, wel werd er gewaarschuwd voor rook en stank. De wolf die gisteren op Tholen werd gezien is zeer waarschijnlijk weer teruggelopen naar Brabant.
De provincie roept ondertussen op om het dier dat een beschermde status heeft met rust te laten. Er kwamen nogal wat nieuwsgierigen op af. Gert-Jan Vermu uit Poortvliet was een van de eerste die hem zag. Vermu kreeg gistermorgen een telefoontje van een buurman die dacht een wolf te hebben gezien. Hij sprong in zijn auto en had geluk, want hij zag hem al snel lopen. En ik dacht, toen wil ik hem volgen waar hij naartoe gaat. Dus dan liep hij zo over de blok van de buurman hierover, naar mijn blok met Vlas. En daar is een dam en dan schoot hij over de weg heen. Op een deur raakte ik hem kwijt. Was je bang? Nee, niet bang, maar ik was wel verbaasd vooral. Vooral van, goh, wat zie ik hier nou? Is het nou echt waar? Dus je kijkt gewoon een beetje raar op. Eerst denk je inderdaad van, het is misschien een wilde hond of iets. Wat is het nou? Maar het was echt een wolf. Ja, dat wist je zeker? Ja, kon het direct zien. Ja, spitse kop, oortjes, hoog op zijn benen en een grijze kleur. En ondertussen verschillen de meningen over de wolf, ook in de politiek. Het CDA in Zeeland wil dat provincies onderling overleggen waar de wolf wel en waar niet mag komen. Coalitiegenoot Partij van de Arbeid is blij met de komst van de wolf en vindt het een teken dat de biodiversiteit in Nederland zich verder herstelt. En de Partij voor de Dieren vindt de komst van de wolf eigenlijk helemaal geen punt van discussie. Het is een beschermde diersoort en die vindt zijn eigen weg in de natuur. Hij is overal toegestaan, dus wat dat betreft is het eigenlijk geen punt van discussie. Toch zijn mensen bang voor schapen en geiten. Ja, dat zijn ook dieren. Ja, dat begrijp ik heel goed. Gehouden dieren, die hebben recht op bescherming van hun eigenaar. Dus het is de verantwoordelijkheid van een eigenaar van gehouden dieren om die dieren zo goed mogelijk te beschermen. En dat kan zijn tegen predatoren, oftewel roofdieren. Dat kan ook zijn tegen weersomstandigheden. Ja, schapen en kippen binnenhouden dus. Dat adviseert ook de provincie. En als dat niet kan, dan kunnen boeren bij de ZLTO spullen lenen waarmee de dieren kunnen worden beschermd tegen een mogelijke aanval van de wolf. Na 42 jaar verdwijnt Stomerette de Toren uit het straatbeeld van Zierikzee. Eigenaresse Carla Veleus stopt er noodgedwongen mee. Haar stoommachine ging kapot en ze kan de reparatie niet betalen. Een moeilijk besluit, maar ze blikt toch terug op een mooie tijd. Dit was dus 5 februari 1972. Toen kwam Pipo de Clown de stomerij openen, samen met zijn mama Lou. Heel veel mensen denken dat ik dit ben, maar ja, ik was dus toen nog maar 11. Inmiddels is Carla Veleus 60 en staat al 42 jaar in de stomerij. Het is nooit in haar hoofd opgekomen om iets anders te gaan doen. Vroeger droomde ik al van een klein winkeltje waar ik gewoon mijn eigen dingetjes kon doen. En dat kon ik hier gewoon doen. Het is altijd een warm bad geweest. Het is altijd mijn tweede thuis geweest. En joh, fantastisch. Echt. Ik bedoel, als ik het over mocht doen, deed ik het gewoon nog een keer. De tijden zijn veranderd en dat pakte negatief uit voor de stomerij. Toen ik voor de eerste keer begon in 1977, had iedereen echt nog zondagse kleding. En mensen hadden ook echt maar één net pak. He, dus dat werd ook gewoon echt regelmatig gewoon chemisch gereinigd. Maar ja, dat is niet meer. We zijn echt een wegwerpmaatschappij geworden. He, het is nu in en over een half jaar is het weer uit. En dan moeten we weer wat anders aan. Daarnaast zorgde corona ervoor dat Veleus 70% van haar klanten verloor. Al die mannen die normaal gesproken echt in pak werken, ja, die werken nu thuis. Dus ja, die vallen gewoon weg, want die zitten thuis niet in datzelfde kostuum. Je ziet gewoon geen horeca meer natuurlijk, want ja, ook die hebben gewoon helemaal niks meer. Hè, er worden geen bruiloften gevierd, de begrafenissen zijn kleinschalig, weinig kerkbezoek, maar je hebt ook geen receptie. Dus ja, dat is nu allemaal weggevallen. Toen ook de stoommachine kapot ging op Goede Vrijdag, was dat de druppel. Ik vind het eigenlijk heel vervelend dat ik gewoon nu moet gaan stoppen. Maar ja, ik ben realistisch genoeg om te weten dat het gewoon nou niet meer kan. En dat het geen zin meer heeft om nog zo'n dure investering te doen. Maar ik vind het wel heel jammer dat ik al mijn klanten nu moet teleurstellen. En dat zij ook even niet weten waar ze nu naartoe moeten. En dat is het gewoon lastig en dat doet mij gewoon ook pijn. Per 1 mei sluit de eigenaresse voorgoed de deuren en wordt het pand verkocht. Een afwisseling van zon en wolken vandaag, met vooral aan zee een stevige wind. Het werd 14 tot 18 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Morgen start ook regenachtig, maar uiteindelijk klaart het op. Het is een stuk koeler dan vandaag.
En ook de dagen daarna is het fris met af en toe een bui. Vanaf vandaag kun je stemmen voor de Zeeuwse top 40 van dit jaar. De 40 populairste nummers uit Zeeland. Op onze website kun je het stemformulier invullen. Dat kan tot en met volgende week vrijdag. En op Hemelvaartsdag wordt de Zeeuwse top 40 uitgezonden. Dit jaar is een jubileum. Het is de 15e editie. Ja, en mocht je nou nog wat inspiratie nodig hebben, op Spotify staat een playlist met een hele lading Zeeuwse nummers. Je vindt daar een groot deel van de liedjes die op de stemlijst staan. En dan wens ik u een hele fijne avond. Graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu.